Vandaag is een belangrijke dag voor de Limburgse kandidatuur voor de Einstein-telescoop. Want vanmiddag hebben we hier in Den Haag aan minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de resultaten aangeboden van de eerste studie, de eerste boringen die in Zuid-Limburg zijn verricht om te kijken of onze grond geschikt is om die Einstein-telescoop te huisvesten. Wat doet die Einstein-telescoop nu eigenlijk? Ja, dat is een volgende generatie zwaartekrachtsgolvendetector die 10 keer beter wordt dan het maximaal haalbare wat we nu op aarde beschikbaar hebben. En waarom moeten wij zwaartekrachtsgolven kunnen meten? Omdat dat een geweldig nieuw inzicht geeft in ons universum. En die 10 keer beter betekent dat we helemaal terug kunnen kijken tot vlak na de oerknal. Dus dan kunnen we het hele universum en de geschiedenis daarvan bestuderen met behulp van zwaartekrachtsgolven. En waarom moet nou die Einstein-telescoop helemaal zo diep in de grond in Limburg komen? Ja, omdat we ontzettend veel last hebben van de ruis die mensen op het oppervlak maken. En als je onder de grond gaat, is dat heel ver gedempt. Het trilt daar heel erg veel minder, wel een factor 10.000 keer minder dan het overdag op het maaiveld trilt. Ja. En dan willen we dat in Europa. En waar kan dat? Nou, er zijn op het moment 2 locaties die geïnteresseerd zijn. Eentje is in Italië, op het eiland Sardinië. En de andere is onze grensregio, dus de grensregio Limburg, België, Duitsland. Ja. Waarom is de Einstein-telescoop voor Maastricht zo belangrijk? Het is heel belangrijk sowieso voor de ontwikkeling van onze kenniseconomie. Daar investeren we allemaal heel veel in, zeker ook de provincie. En we hebben nu in Maastricht al de ET Pathfinder, de voorloper van die Einstein-telescoop. En wat zou ook mooi zijn als we ook dat grote project gaan binnenslepen. Het trekt ook veel nieuwe wetenschappers en studenten aan. Ja, een heleboel. Je ziet nu al dat er studenten zijn. Er was net een meisje of een dame die aangaf in Maastricht te zijn gaan studeren vanwege de ontwikkelingen die er zijn op dit gebied. En je ziet dus ook dat al die wetenschappers elkaar zijn aan het opzoeken. Het is een ontzettend interessant project. En ik zie ook dat het in de, zeg maar, in de studie bij mensen begint op te leven. En dat mensen echt erachter komen dat dit toch wel een groot ding is. En dus ik denk dat dat een heel nieuwe atmosfeer met zich mee kan brengen in de universiteit. De eerste onderzoeksresultaten naar de vestiging van de Einstein-telescoop in Zuid-Limburg die sterken onze verwachtingen. En het rapport is hier goed ontvangen door de minister, maar hier ook door de aanwezige Kamerleden en de pers. Nu gaan we verder. We willen als Limburg de innovatiefste, aantrekkelijkste en sportiefste regio van ons land worden. Maar misschien ook wel in Europa. En daarvoor is fundamenteel wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk. En het kan ook een hele hoop werkgelegenheid opleveren. Maar alleen als we met z'n allen samenwerken. Als we een internationale alliantie bouwen met Duitsland, België, als onderzoeksinstellingen, overheid en bedrijfsleven. Dan halen we de Einstein-telescoop naar Nederland.